Not a quick time player. Quick time player. Yo gasten van mijn kanaal, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Vandaag gaan wij reageren op het feit dat onze vuurwerkcompilatie 2018 offline is gehaald. Wat? Het is natuurlijk niet de geweldige video waarmee jij zo beroemd bent geworden. Nee. Het is ook wel bekend als de kreunvideo. De kreunvideo. Nieuwe afschermopnamen. Nee, het is echt de compilatie. Waarom is die offline gehaald? Nou, waarschijnlijk. Ik was hier, was ik 12. Was je 12. Dus wat zegt YouTube? Ons team heeft content beoordeeld en is van mening dat deze YouTube-beleid inzage veiligheid van kinderen schendt. We hebben een fluitje gekregen. Geen gele, geen oranje kaart en ook geen rode. Het gaat erom dat een minderjarige deelneemt aan een gevaarlijke activiteit. Gevaarlijke activiteit. Die een risico op lichamelijk letsel met zich meebrengt. Dat is niet toegestaan. Is niet toegestaan op YouTube. Dus je bent gewoon te klein voor de video's die je maakt. De regels zijn regels. Wij houden van regels. Nee. Regels zijn er. Punt. Dat is de zin van de dag. Regels zijn er. Maar vooral jammer dat hij eraf gehaald is. Want ja, het was toch een leuke video. En we gaan hem er gewoon weer opzetten. Maar we gaan hem een beetje, maar we gaan het een beetje aanpassen. Dus nou ja, goed. Dit begint bla bla bla. Dat mag allemaal. Oh, close-up. Dat hoeft er niet te zien. Dit mag ook allemaal. Dit mag ook allemaal. Dus dit kunnen we gewoon allemaal laten staan. Dit is allemaal dat we vertellen. Kijk, we vertellen ook dat het. Gebruik het altijd. Hoe super veilig het is. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Is niet nodig. Maar ik vind het toch wel handig. En voor pijlen hebben we deze. Super veilig. Dit is toch veilig? Dit is toch zo'n informatieve video? We leggen uit dat je een bril moet hebben en een standaard. Dat moet je gebruiken. Want ja. Vuurwerk blijft gewoon, het blijft vuur. Dus er kan altijd wat gebeuren. Maar ik vind het nog steeds jammer dat vuurwerk verboden wordt. Zo. Nou, dat is nog helemaal niet zeker. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die nog plezier beleven aan vuurwerk. Dat heb je ook gezien aan dat onze video. Ik bedoel, die ging helemaal nergens over. En zoveel mensen hebben hem bekeken. Ja. Twee, de amateur YouTubers die een video... We wilden ooit, was ons doel, 100 abonnees. Gaan we dat ooit redden? Nou. Nou ja, dat hebben we. Ik bedoel, we maken video's omdat we het leuk vinden, niet voor de abonnees. Maar we vonden het wel leuk dat we toen opeens zoveel abonnees erbij kregen. Dus vuurwerk leeft. Vuurwerk leeft gewoon in Nederland. En we hebben ook een beetje het gevoel, het wordt een beetje van ons afgepakt. Door... We pakken het weer terug. Het wordt afgepakt door alle regels die er... En dan gaat YouTube ook nog eens een keertje onze video's ervan afhalen. Dus nee, wij, vonden... wij zeggen... Tot hier. En niet verder. Niet verder. Nee, zeker. Dus wij gaan... Niet dus de lijn, niet eroverheen nu. Nee, precies. Dus wij gaan de video gaan we aanpassen. En dan gaan we even kijken tot hoever het mag. Dit is een rotje. Oké, okay. Oh, dat mag natuurlijk niet. Dit. Jawel. Dit is geen rotje. Oh, dit zijn bloemen. Dit zijn bloemen. Oké, okay. Dit mag. We gaan deze erop zetten met bloemen. Kijken of dat mag. Ja. Nee, dat mag. Bloemen mag. Dit is categorie 1. Categorie 1. Nou, dit mag dus nog. We gaan iets afsteken. Een mooie zon. Oké, dit mag niet, denk ik. Ik weet niet of dit mag. Nee, dat mag niet. Nee, moet je kijken, het leven is gevaarlijk, joh. Kijk mijn hand hoe dichtbij die lontje zit. Dat mag niet. Dit is levensgevaarlijk. Dit mag. Eigenlijk zie je helemaal niet of jij het wel bent. Misschien is het wel iemand anders met een groene jas. Dus ik vind dat dit mag. Dit mag? Dit zullen mag. We het proberen? Dit nee, mag. Dat gaan we niet proberen. Nee, dat krijgen we als je twee waarschuwingen krijgt dadelijk, dan ben je de Sjaak. Nee, helemaal niet. Jawel. Nee, oké, je ziet hier die van die jet, je ziet die vlam ja. En die moeten okay, stoppen. Dit moet dus, dit mag. Ja, dit blablabla. Oh nee, dit gaat ook. Dit mag wat sowieso is dit? Niet. Wat is dat? Ik dacht dat het een tunne king. Nee. Ik vind dat het leukste stukje vuurwerk wat er is. Ik vind het zo ja, leuk vuurwerk. Nee, die mag ook niet. Dus we moeten even kijken. Dit kan allemaal wel. Dat je het, dan zie je niet dat je het aansteekt. Maar we moeten volgende keer ook nitraten kopen. Ja joh. Okay. Wat vind je daarvan?
Dit mag dus niet. Dit moeten we eruit. Nee, dus maar... We kunnen wel aan dat hij aanstaat. Ja, dat hij aanstaat. Ja, dat kan wel. Deze vind ik zo mooi. Zo deze. De geef, maar het geluid. Oh, dat vind ik erg lekker. Oké. Okay. En een likken met cracker. Dit is de Spanish cracker. Ja. Dit mag je wel laten zien dat jij hem pakt. Maar dit mag niet. Nee, oké. Okay. Een Spanish cracker. Dan laten we niet zien dat je het aansteekt. Nee. Dus eigenlijk denk ik, alles waar jij iets afsteekt... Holy shit. Ja, holy shit, dat duurt lang. Holy shit. Nou, dat mag in. Dat is eigenlijk een categorie 1. Categorie 1 moet je binnen kunnen afsteken. Oh, weer een tunneke, weer het geluid. Mag ook niet. Dit mag niet. Dit mag niet. Dit moeten we er ook uithalen. Dit is strikt verboden. We moeten er best voor uithalen. Zet jij deze aan? Nee, niet. Violent eruption. Is het zo'n hele grote knal? Nee, dat is een spuiter. Nee, dit kunnen we erin laten. Want jij steekt hem niet aan. Dat is niet te zien. Dus dit kunnen we erin laten. Okay, alles wat jij... aansteekt mag eigenlijk niet. Maar Ruben Koet, als jij deze video ziet, wat vind jij ervan? Hij zal ook wel zeggen, regels zijn regels, toch? Nou. Nee. Wij waren al fan voordat hij beroemd was. Ja, eigenlijk. Wij vonden al zeg maar 6 jaar geleden met de Extreme Rides. Die allereerste. Met de attracties en zo. Dat was echt... Wij vinden Ruben Koet erg bijzonder. Het is een erg leuke man. Ja. Dus kijk ook zeker naar zijn kanaal. Ja. Wacht, we gaan hem aanpassen. Want wat zeggen de regels? Categorie 1. Knalerten, trektouwtjes, confettibonnen en fonteinen. Grondbloemen, hier. Oké, dus die grondbloemen mag. Categorie 2 wordt iets lastiger. Dus mag vanaf 16 jaar. Dus die dingen die jij aanstak, mag gewoon. Ja, het mag gewoon niet. Dat zijn de regels. Ja. Dus nou ja. We passen die video aan en so be it. En dan zetten we die er ook op, zetten we hem nog helemaal erop. Nu zag je een paar kleine stukjes, maar straks zetten we hem er gewoon helemaal weer op. En we gaan natuurlijk wel weer ook een nieuwe maken. Bestellen gaan we weer doen. Bestellen en weer met ophalen. Yo. Dit was het even voor nu. Dit was voor nu. Volg me op Instagram, Gammes07. Check even Ruben Koetsen kanaal, Extreme Rides en Extreme Rides 1. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Druk dan op dat blauw duimpje omhoog en dan... vergeet ook niet te abonneren en dan zien we je de volgende keer weer. Doei!